Maar wat moet je nou met Jezus doen? In deze wereld, dominee. Van geld verdienen, auto, huis. Wat moet ik met Jezus doen? Ja, daar hebt u een punt. Daar kun je voor in deze wereld niks mee, nee. Maar als je ogen open gaan, weet u, dan komt u in een andere wereld. Echt waar. Ik probeer het wel eens uit te leggen aan mijn kinderen, maar ik kan het bijna niet. Natuurlijk, je bent nog wel van beneden, ja zeker wel. Maar je thuis is niet meer hier. Hoe komt dat dan? Omdat ik Jezus gezien heb. En ik wil eigenlijk maar één ding, dat is dicht bij Jezus zijn. U ook? Hou je eigen niet voor de gek, hoor. Ik bedoel dit heel liefdevol, hoor. Het zijn niet zomaar 5 letters, hè, dat zeggen andere dominees, maar ik ga het nou ook een keer zeggen. Het is niet zomaar 5 letters. Maar het heeft iets te maken met wedergeboorte. Je gaat anders denken, je gaat anders praten, je gaat anders leven en je gaat anders met de dingen om als vroeger. Vroeger was er maar 1 belangrijk en dat was jij. En je wilde je zin hebben, je wilde het goed hebben en je wilde genieten. Maar toen je Jezus gezien had, zo was het toch of niet? Toen je door de kassen liep. Toen was al dat aardse was maar van beneden. Maar er was iets hogers, iets heerlijkers, iets groters. Je kon met je ogen niet meer van Jezus afblijven. Als je 's morgens wakker werd, dan wilde je je hart uitstorten. Misschien achter het stuur van je auto. Wilde je contact met hem hebben? Wilde je Bijbels gezien gemeenschap met Jezus hebben? Hoe kwam dat dan? Mijn ogen zijn geopend.